Wie heeft er meer geld? Prins Bernhard of Max Verstappen? Wat denk je? Het antwoord is Prins Bernhard. Maar het verschil is niet zo groot als je zou denken. De quote 500 is uitgekomen en daaruit blijkt dat Max Verstappen een vermogen heeft van ongeveer 120 miljoen. En onze Prins Bernhard, met al zijn vastgoed, heeft een vermogen van 125 miljoen. Dus Max Verstappen verdient met zijn racecarrière maar 5 miljoen euro minder dan Prins Bernhard met al zijn vastgoed.